Allemaal, leuk dat jullie kijken. Mijn naam is Tom Drijven, ik ben Brits docent en ik speel op Barry's Internet Club. Dit is het eerstejaarsdagtoernooi. En ik heb dit handje erbij gepakt omdat ik dacht, nou, dit is wel een aardige, want je hebt hier als uit 18 punten. En 18 punten is wel een lastige. Je kunt namelijk niet één stand toe openen, want daarmee beloof je 15 tot 17 punten en je bent daar te sterk voor. Dus ik heb één klaver geopend. Met de gedachte van, nou, ik ga straks jumpen, maar mijn partner biedt twee sansen toe. Dat is wel heel erg mooi, want twee sansen toe betekent ook een puntje of 11. Dus we hebben ruim genoeg punten om de manche te spelen. Niet genoeg voor slam, dus ik bied hier drie sansen toe. En eens kijken of wij voor de overslagen kunnen gaan. Met zoveel punten. In sansen toe is het belangrijk om eerst je slagen te tellen. Dus we gaan eens even kijken. In schoppen 1. In harten 1, dat is 2. In klaver 4, 6. En in ruiten 2, dat is 8. Dat is nog een tegenvaller. 8 slagen. Zo zie je maar, als je een verdeelde kaart hebt met veel punten, dan als je niet hele lange kleuren hebt, dan is het vaak nog wel werken om veel slagen te maken. Nou, ik ga hier niet de vrouw leggen, ik ga hier een kleintje leggen. Dat ga ik doen om de volgende reden, want we pakken hier schoppen aas. Ik ga nou een harten spelen naar de veilige hand. En de veilige hand is hier west. En waarom is het de veilige hand? Het is de veilige hand omdat ik niet weet waar schoppen koning zit. En omdat ik niet weet waar schoppen koning zit, heb ik liever westaanslag. Want als oostaanslag komt, kan het zomaar zijn dat hij door de schoppen vrouw heen speelt. Nou, harten is voor mij. Nou, nu gaan we nog een keer slagen tellen. Want sans afspelen is echt slagen tellen aan het begin en slagen blijven tellen. Dan hebben we er 2. Nog 1 hart erbij is 3. Plus 4 klaver 7. Plus 2 ruit is 9. Dus we hebben 9 slagen. Maar nu is de vraag, gaan we nog wat risico nemen om voor die extra slag te gaan? Ik voelde wel wat voor. Ik voelde wel wat voor. Maar we gaan eerst eens eventjes die klaver spelen. Het kost verder niks. Ik ga schoppen spelen naar de vrouw. In de hoop dat schoppen koning goed zit. Hij zit fout. Dus maken we hem niet. Ja, dat is geen man overboord. Het is wel zo dat we wel de extra kans hebben meegenomen. 8 slagen. En dit is slag 9. Dus uiteindelijk ging ik vrolijk voor de overslagen. Maar werd het 3 sansen toe contract. En zo zie je maar, het kan verkeren. Helemaal goed. Hey, hartstikke bedankt voor het kijken. Leuk dat jullie hebben gekeken bij een spel van mij. En ik zie jullie graag volgende keer weer terug bij Barry's Internet Club.